Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 11 oktober, donderdag. We zien bewolking boven België en ook boven het zuidwesten van het land. En die bewolking die schuift langzaam iets naar het noorden en er kan vanochtend ook wat lichte regen vallen in de zuidelijke provincies. Meer naar het noorden toe is het gewoon ronduit zonnig, maar daar komen in de loop van de dag wel wat meer wolkenvelden. Toch denk ik dat het vanmiddag op de meeste plaatsen gewoon droog blijft omdat de bewolking steeds dunner wordt. En de temperatuur loopt dan mooi op. Het wordt zo'n 21 tot 23 graden bij een matige wind uit het zuiden. Ook vanavond is het nog lang rustig weer. Aan het eind van de avond kan er in het westen een enkele bui gaan vallen. En die buien die trekken dan vannacht over het land. Morgen zijn die buien alweer verdwenen, morgenochtend en dan wordt het weer een dag met zonnige perioden en wolkenvelden. De temperatuur loopt op naar zo'n 21 tot 24 graden en er waait een matige wind uit zuidelijke richtingen. Zaterdag wordt het een stralende dag en dan moeten we met z'n allen naar buiten, wat mij betreft. Het wordt 23 tot 26 graden, misschien op een enkele plek wel 27 graden. Vanaf zondag slaat het weer om en wordt het wisselvalliger. Maandag wordt het nog maar 16 of 17 graden. Overigens, heel normaal voor deze tijd van het jaar.